Wie speelt nou identiteitscrisis? Iemand met wie ik het uitmaakte, zei dat verkering met mij hebben een baan was en dat hij toe was aan vakantie. Ik zei zuur niet, zei ik, jij bent je baan en ik ben je vakantie. Iemand anders met wie ik het uitmaakte, zei dat ik 's morgens veel te vroeg al een pistool op zijn hoofd zette. Ik dacht, hou op, dacht ik, op mijn hoofd staat altijd een pistool. Maar ik hield wijselijk mijn mond. Een rot jeugd is een soort van niks. Er was ook iemand die in 3 dagen een novelle voltooide nadat ik het had uitgemaakt. Hij schreef over me in de derde persoon en maakte heel veel fouten. Ik streepte ze alleen in het rood aan omdat ik op tijd bedacht dat dat onsympathiek zou overkomen. Mijn ghetto blaasde een stuk. Ik weet in welke schoenen deze doos, in welke mijn huisdoos op zonde dat cassettebandje zit, waarop mijn broertje van 2 vragen waar de tijger zit. Dat is geen tijger, antwoord ik. Dat is een jachtluipaard. Ik word zelf genoegzaam stil. Op deze aardbeien na ben jij het leukste wat ik vandaag gezien heb. Dat heeft echt een keer iemand tegen mij gezegd. In een wanhopige poging op les aan ging. Je hebt 2 soorten duiven. De ene zegt woehoe, de andere woehoe. Ik ben er een van de eerste soort, jij een van geen van beide. Onderzoek heeft uitgewezen dat vrouwen het sexy vinden als een man gek doet. Maar als je weer in de trap gaat verschijnen met je sokken over je oren, voel ik het niet tussen mijn benen, dan wil ik je in slaap wiegen en ben jij opgelucht dat je niet doet. Je wenkt me, hé, dit moet je horen. En je draait de knop wijd open. Daar heb je die mevrouw met die 2 hondjes weer, die telkens peuken op de grond opraapt en ze aansteekt. Nu heeft ze er een gezien, nu blijft ze staan, nu bukt ze. Zometeen gaat haar rechterhand naar haar kontzak om de aansteker te pakken. De hondjes vinden dat niet goed, die valt helemaal uit de hand. Ik denk dat ik ook graag opgeraapt en aangestoken wilde worden. Heel mooi, ja. Mag die grafherrie nu weer af.